De Suriepop 21 Gala avond, die gepland was voor 1 augustus dit jaar, is afgelast. Dit heeft de Stichting Bevordering Kunst en Cultuur vandaag in een persbericht bekendgemaakt. De stichting is tot dit besluit gekomen door de COVID-19-pandemie, die ook Suriname in haar greep heeft. Door deze pandemie zijn de voorbereidingen voor de uitgifte van de 12 finale composities in het gedrang gekomen. Alhoewel de productie van de composities op een laag pitje voortgang heeft, komen andere onderdelen van de planning onder druk te staan, zoals de opnames van de videoclips en het uitbrengen van de cd. Ook sponsorgelden hebben nu een andere voorkeursbestemming. De stichting benadrukt dat gezondheid en veiligheid voorop staan. Na de afronding van de 12 finale producties zal er in overleg met de componisten een vervolgtraject worden uitgezet. Een nieuwe datum zal mede worden bepaald nadat de situatie rondom de uitbraak van het COVID-19-virus is genormaliseerd. De Stichting Bevordering Kunst en Cultuur zou geen genoegen willen nemen met het presenteren van een show van mindere kwaliteit.